Er is een nieuwe regeling in het leven geroepen voor mensen die in problemen zijn geraakt door de coronacrisis. Hoe zit dat? Ja, die nieuwe regeling heet TONK. En dat is een afkorting voor tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Het is een noodmaatregel om inwoners van onze gemeente die aantoonbaar financieel getroffen zijn door de coronacrisis te helpen. Het kabinet heeft daartoe bijzondere bijstand tijdelijk verruimd. Opdat gezinnen, mensen die met hun inkomen nog boven de bijstandsnorm zitten. En met hun inkomen, maar als gevolg van de coronacrisis hun vaste lasten. En dan moet je vooral denken aan woonlasten. Te helpen te betalen. En vanaf wanneer gaat die regeling van kracht? Die gaat van kracht vanaf 1 januari tot en met 1 augustus. Dus dat wil zeggen met terugwerkende kracht vanaf nu. En waarom tot 1 augustus? Omdat dat de termijn is waarvoor het Rijk die tijdelijke aanpassing van de bijzondere bijstand heeft verruimd. En geldt deze maatregel, kan iedereen daar aanspraak op maken? Nee, in principe niet. Kijk, het is zo, wij gaan als gemeente een bijdrage leveren aan mensen die met hun inkomen boven het bijstandsniveau zitten. Dus mensen die daar onder tot 150%, mensen die onder het bijstandsniveau vallen, daarvoor gelden de geldende regels zoals we die hebben. En dat zullen dan waarschijnlijk mensen zijn die hun baan verloren hebben? Of? Ja, dat is iets. Maar je kunt ook denken aan mensen die bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer zijn, maar die waar een deel van het inkomen is weggevallen, maar waar bijvoorbeeld het inkomen van de partner ervoor zorgt dat ze wel boven die bijstandsnorm zitten. Nou, tegen die mensen zeggen wij, kom naar de gemeente en praat daarover en waar mogelijk kunnen wij een bijdrage leveren aan die woonlasten om te voorkomen dat u nog verder in de problemen komt en zelfs uw woonlasten helemaal niet meer kunt betalen en een dakloosheid dreigt of zo. En daar hebben wij hebben in de gemeente Gennep daar echt van signalen gekregen dat de nood op dat vlak erg hoog is in sommige gevallen. Verwacht u veel aanvragen hiervoor? Kan ik moeilijk zeggen. Wij geven op de manier zoals we doen uitvoering aan een kabinetsmaatregel. En Gennep zit daar behoorlijk ruim in vergeleken bij andere gemeenten. En ik kan moeilijk zeggen over wat we kunnen verwachten qua aantallen. Ja. En hoe kunnen mensen aanvragen? Dat kan bijvoorbeeld door naar de gemeentelijke website te gaan, www.gennep.nl/tonk. Bellen kan ook altijd en zodoende hopen we in contact te komen met deze mensen. En zo zit dat dan.